Wie een hamer, verf of tape bij de doe-het-zelfzaak van de Linde in Waalre wil kopen, moet snel zijn. De familie stopt namelijk na 35 jaar met de winkel. De laatste jaren ging het niet zo goed met de zaak, maar de knoop moest doorgehakt worden. Ik denk daar misschien wel 4 jaar over gedaan. Dus dat was best moeilijk. En dat is nog steeds moeilijk. En nu? Ja, ik ben van de ene kant blij dat ik het besluit genomen heb. De ellende die we nu met de winkel de laatste jaren hebben gehad, dat we dat achter kunnen laten, dus dat we de boel af gaan sluiten. De crisis van 10 jaar geleden was de grootste klap voor de zaak. Jarenlang probeerden zij er bovenop te komen, maar zonder succes. De vaste klanditie gaat Mark het meest missen. Nee, maar goed, daar schroeft hij wel doorheen. Ja, oké. En dan heb ik nog een andere kant een wandje natuurlijk, hè? Een plaat. Komt hij niet doorheen, hè? Als je daar, dat weet ik niet, Frans. Tegels. Dat is wel fijn, dan kun je daar je jas aan ophangen. Ja, dat is goed, maar... Die zijn allemaal verschillend. De een zegt er niks over, de ander vindt het zonde dat we weggaan. Nou, wel begrijpelijk. En knap dat je het toch nog zo lang volgehouden hebt. Wat heeft de winkel voor mij betekend? Eigenlijk alles. Ik stond hier van 's ochtends 9 tot 's avonds 6 en dit is gewoon mijn leven. Elke dag? Elke dag. Elke dag. De winkel, het nalatenschap van de vader van Mark. Daar moet hij nu afscheid van nemen. Een groot verlies. En denkt u dat dat ook een goed besluit was? Dat hij erachter staat? Ik weet wel zeker dat mijn vader daarachter stond. Ja. Het besluit is definitief en alles wat in de winkel staat is te koop. Op 15 december wil Mark alles rond hebben en dan sluit de enige doe-het-zelfzaak in Waalre voorgoed haar deuren.